Ik ben hem kwijt, meneer. Het is ongelooflijk. Ik kijk naar een nieuwe video van de Giergasten. Mijn naam is Niels, achter de camera Joost Kruijma, de enige echte. Volg mij ook even op Instagram, Fitboy Jossa. En volg mij ook even op Instagram, Niels Oosthoek. Dan vind je al onze schere studentico'se trucjes om gierig door het leven te gaan doen. Even naar de video van deze week. Ja, we kennen het eigenlijk allemaal wel. Hè? Ik zit op een bank, ik ben live vandaag. Plank, do you wanna play? Ik ga die gierigheid met luiheid combineren. Want ja, iedereen heeft wel eens zo'n lui dagje en dan word je op een gegeven moment gebeld door een vriend of een vriendin om te komen chillen. Maar ja, je hebt geen zin om op de fiets te stappen. Je wil ook geen geld uitgeven aan een tram of aan een bus. Dus wat doe je dan? Dan ga je gratis met de tram. Kom dan. Serieus, kom. Oké, het plan is heel simpel en wederom lui. Ik stap de tram in, ik doe alsof mijn overchipkaart gewoon footsie is en ik stap de volgende halte weer uit. Vervolgens doe ik datzelfde trucje gewoon nog een keer. Nog een keer, nog een keer en nog een keer voordat ik bij de eindbestemming kom. Ik moet richting een spui en die zitten echt hier. 10 haltes en dan nog een keer overstappen en dan vervolgens nog 2 haltes. Oh, hij komt eraan. Stap jij eerst in? Ik ben mijn busje kwijt, geloof ik. Ik moet even uitstappen. Ik kan hem niet vinden. Maar, sorry. Kijk, we zijn nu ongeveer 500-600 meter verder. Nog 9 haltes te gaan. No matter what, ik ga niet lopen. Ik ben mijn pasje kwijt, man. Ik stop de volgende even uit. Ja? Ja, ik ben mijn pasje echt kwijt. Ik stop er nu uit. Benny. Hey, sukkel. Hey, het kan wel even duren voordat ik bij jou ben, hoor. 2 uur ga ik niet redden. Nee, ik denk een uurtje of 5:30. Veel sneller gaat het niet worden, man. Rustig aan, hè? Het is zondag. Maar ik vertik het gewoon om te lopen. Dit nou weer? Nou, ik ben hem kwijt, meneer. Het is toch ongelooflijk. Net een nieuw pasje gekocht. Ik moet zeggen, ze zitten me ook allemaal zo verontwaardigd aan te kijken van... Tuurlijk. Jij bent je pasje weer even kwijt. Die heb ik al zo vaak gehoord. Nou, over 7 minuten gaat de volgende. Komt er meer tempo in. We komen nu meer in de bewoonde wereld, waardoor er ook meer trams rijden. Winnie! Ik ben mijn overchipkaart kwijt, man. Ik ga even een nieuwe kopen of zo, denk ik. Ik heb vanochtend er een gekocht, maar... Oké. Ik verlies die dingen altijd zo snel. Zonderlijk. Het is ongelooflijk, ja. Nou, anyway. Succes. Jezus. Dit lang, jongen. Maar we komen er wel. Nu nog 1,5 pakken en dan de laatste tram overstappen richting tram 5. Dit kan dus ook, want het zo druk is dat je niet eens begint te checken. De dam overstappen op de lijnen 1, 2, 5, 13 5. En die moeten wij pakken. 14. Nee, Benny, ik ben er bijna, ik zweer het. Het is echt nog 10 minuten. We stappen nu tram 5 in, kun je gratis instappen. En dat kan dus omdat er geen conducteurshokje hier is. Dat is een soort gouden tip, maar je moet wel op de blaren zitten als er een GVB-team voorbij komt.
Want ja, een GVB-team die controleert je kaartje en die heb je dan niet, dus dan moet je 40 euro betalen. Dus het is niet geheel zonder risico. Maar voorlopig zijn we goed, we hoeven ook maar één halte, dus ik denk dat wij wel veilig zitten vandaag. We zijn er, pik. Eindelijk. Zo makkelijk is het. Boom! Yes! Eindelijk na 2,5 uur mijn eindstemming bereikt. Het Spui. Ik heb nauwelijks een stap verzet. En 0 euro uitgegeven. Het is inderdaad wel echt toppunt van gierigheid. Ik heb minder dan 3 euro bespaard. Maar hey, we zijn de gierige gasten, hè? Dan mag dat gewoon. Mocht je nou een oplettende NSB'er zijn en denken van... En Joost dan, de cameraman, heeft hij wel geld uitgegeven? Ja, je had gewoon een overchipkaart, maar dat maakt het filmen gewoon even wat makkelijker en zo. We doen het voor jullie, hè? Volgende week zijn we er gewoon weer bij met een nieuwe video van de gierige gasten. Liken, abonneren, je kent de hele reutemeteut. Doe het ook even, worden wij heel blij van. Tot volgende week. Later.